Dag Schutter, leuk je kijken in de Korte Week horoscoop van de Mandelaar. Deze week is het voor week nummer 45. Dat is van maandag 4 november tot en met zondag 10 november. Dus een kaart geschud om te kijken wat deze week voor de boogschutter gaat brengen. Dan lijkt het boogschutter alsof je deze week eigenlijk een hele vrolijke, gezellige week hebt, waarin je best wel een behoorlijke groei gaat maken. Het lijkt het alsof alles wat je aan wil pakken, dat daar een groei uitkomt, dat je een ja gaat krijgen, dat er bepaalde bewegingen komen die jij graag wil. De kaart die er ook bij ligt, het kan ook heel erg zijn dat het te maken heeft met een stuk financiën of met een nieuwe auto, een ander huis, misschien zelfs wel gewoon nieuwe meubeltjes, maar het heeft iets te maken met een stuk materieel waar je eigenlijk een heel goed gevoel van krijgt en wat je ook heel erg in de actie zet. Dus je bent ergens eigenlijk heel erg blij mee en ik heb ook het gevoel dat ja, alles wat je wel een beetje aanpakt, dat lijkt gewoon een succes te gaan worden. En dat is natuurlijk heel prettig, want daar word je als mens ook heel vrolijk en enthousiast van. En daarin kan je ook weer andere mensen mee gaan nemen. Maar deze week lijkt vooral een stuk te zijn dat heel erg belangrijk voor je is, omdat het ook wel een stukje toekomst met zich meebrengt. Dit was weer de Korte Week horoscoop. Ik hoop natuurlijk heel graag wat je ervan gevonden hebt. En ik wens je sowieso een super fijne week.